Echt, mijn hele leven staat in het boek. En ook het plan om Avalon terug te pakken. Laten we beginnen met Avalon. De fake bitch. De pesten is niet oké. Laat me met rust. Ik wilde alleen maar terugpakken. Ja, maar je had beloofd dat je het niet zou plaatsen. Respect. Echt superveel respect. Een echte strijder. Thanks. Oké, ik had het beloofd, maar we kunnen nu niet meer terug. We? Wij wilden even wat zeggen. Sorry, ik zit nu echt heel even in iets belangrijks. Wil je niet terugkomen bij de Fly Girls? Wij zijn nu namelijk leaderloos, snap je? Sorry, wat? Willen jullie me terug? Ja, duh. En even voor de record, ik vond het echt een kutactie wat Avalon deed. Echt helemaal niet mee eens. Jeetje, wat een eer. Ja, ik weet echt even niet wat ik moet zeggen. Of heb je het al druk met je andere act? Nou, we kunnen toch samenwerken? Technisch gezien is Flygirls ons groepje. Laat maar. Jullie mogen er hebben. Ik ben klaar met onze act. Nou, de trek is af. Oh, wat goed. Hij is echt keivet geworden. Weet je waar Vera is? Dan kun je komen luisteren. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Kansen komen niet altijd. Dus wanneer ze zich aandienen, moet je ze met beide handen aangrijpen. Oké. Audrey Hepburn zei dat. Dus echt een vet goede actrice. Ooit Breakfast at Tiffany's gezien? Moet je echt zien. Ja, de Fly Girls willen me terug als hun leider. Ja, dat is best een grote kans, vind je niet? Denk het. Ik wil je echt heel erg bedanken voor alles. En ik vond het echt heel leuk, maar ja, deze kans kan ik gewoon niet laten gaan, snap je? Wacht even. Je gaat stoppen. En Vera dan? Vera die is echt super druk met schaken en met SO's en zo. Dus daarom is het eigenlijk alleen maar beter zo. Want anders waren we ook zo met z'n tweeën. Hey, over 5 minuten hebben we de ene laatste repetitie van de Fly Girls. Dus ja, ik moet nog super veel voorbereiden. Dus, Ja, tuurlijk. Ja, nee. Hey, dankjewel. Hè. Ik vind het echt heel fijn dat je het snapt. Ja, wat? Dit is echt gewoon het beste zo. Ik bedoel... Als Lucas echt verliefd op me is, dan kan ik toch niet met hem samenwerken? Dat is awkward. Ik ga er gewoon wat van maken met de Fly Girls. En als ik dan die bokaal binnen heb, dan komt het echt wel weer goed met iedereen. Want als je wint, heb je vrienden. Dat zegt papa ook altijd. Zo. Zullen jullie doen, hè? Zoiets, hè? Nou ja, ik weet niet of het een heel slim idee is om meteen een hele act om te gooien, maar het ziet er niet slecht uit. Oké. Ja, ik vind het zo leuk dat ik weer terug ben. Ja, het voelde zo gek om jullie achter te laten. Ik heb echt allemaal vette ideeën. En ik wil dus iets met blacklights doen. En dan wil ik allemaal verschillende soorten stukjes choreo doen. Dat het net lijkt alsof we in een TikTok-schermpje zitten. Sick. Sick, ja? Ja. Oké, volg mij, hè.
Yes. Wat doe je? Niks. Ik doe helemaal niks. Even serieus, wat ben je aan het doen? Ik probeer al weken iets met Avalon te krijgen. Als ze dit hoort, dan... Wat hoort? Dit was helemaal niks. Nee, hou gewoon op. Ik probeer te repeteren. Hou op met wat? Wat doet hij? Heeft hij aan je gezeten? Zie je, het komt altijd uit een hoek waarvan je het niet verwacht. Pak die haar. Kijk naar mij. Neem mij dan. Ja. Het is echt niet chill, man. Ja, laat hem maar. Ik vind het zo leuk dat ik weer terug ben, meiden. Zonder hem komen we ook vast best een eind. Weet je het zeker? Alle echte dansers zijn nu best wel weg, zeg maar. Ja, nou ja. Dansen is 1% skills en de rest is allemaal confidence. En die hebben wij. Cindy? Ja, flauw zeg. Geef gewoon terug. Sorry, wat? Ja, het is echt niet oké als jullie zomaar in mijn tas zitten, hoor. Cindy, waar heb je het over? Mijn hele leven staat in het boek. En ook het plan om Avalon terug te pakken. Straks weet de hele school dit. Echt, wie heeft dit gedaan? Foto's maken als ik bij de dermatoloog ben en ook nog online zetten? Je bent heel erg grappig. Er is geen ons meer. Doe je ding. Whatever, ik doe niet meer mee. Dit is echt niet chill, man. Je moet denk ik een beetje oppassen dat je Lucas niet gebruikt. Gnoompje, gnoompje, gnoompje. Ik word gewoon gechanteerd. Ik moet hiermee naar corrector schelen. Ja. Laat maar. Ik heb het al gevonden, laat maar. Ik heb hulp nodig. Dat weet ik niet. Iemand heeft dus mijn boekje gejat en die dreigt dat nu openbaar te maken. Wat moet ik doen? Het is gewoon een kwestie van optellen. Je kan niet vliegen als je niet durft te vallen. Justin Bieber. Kijk. Ik ben Cindy en ik wil vliegen. Ik wil de beste zijn. Winnen. Altijd. Ten koste van alles en ten koste van iedereen. Cindy! En misschien is het daarom wel goed dat ik eens vol op mijn bek ga. Ik wil geen geheimen meer. Voor niemand. Dus daarom is het misschien goed dat ik open kaart ga spelen. Ik ga mijn boekje letterlijk voor jullie openen. Wat is dit? Dan kunnen jullie mijn true colors. Hoe gaat dit uit? Jongens, ik heb dit helemaal niet gedaan. Ik ben dit niet. Let goed op. Want misschien kom jij er ook wel in voor. Laten we beginnen met Avalon. De fake bitch. Ik ben Avalon en ik heb een zieke huid. En daar smeert ze dus een dikke laag pancakespul over, zodat niemand het ziet. En niemand weet dit. En daar ga ik haar mee pakken. Ik maak er foto's van en die post ik op het goede moment. En dan gaat die viral. Ja, kap met filmen. Ik ben dit niet. Jongens, doe iets. Ik iedereen overvallen, want ze heeft dus gewoon altijd gelogen. Ze is echt zo mega lelijk in het echt. Jongens, doe naar de telefoons naar beneden. Kom op. Lucas, ik ben dit niet. Hoe kan dit? Talentvol.
Ik heb dit echt niet gedaan. Dan is het een deepfake, denk ik. Kan ik dit stoppen? Maar als het een deepfake is, zijn die teksten dan ook verzonnen? Ik bedoel, dat is jouw boekje, toch? Maar niet alleen Avalon moet eraan geloven. Ik heb over iedereen geschreven. Laten we beginnen met Nova. Nova kan echt niet dansen. Die zwabberende benen en die stomme motoriek. Beter zet ik haar achteraan aan een show, want anders winnen we nooit. Of hier, Oscar. Oscar, let je op, het gaat over jou. Oscar, je bent echt een aansteller. Een fine aansteller. Kijk, leuk haar. Leuk haar wil niet zeggen... Waarom zou je dit überhaupt filmen? Leuk bent. Oh, en Lucas. Hij denkt dat ik hem leuk vind, maar hij is toch ver onder mijn leak? Nee. Nee, hij haalt het echt niet bij Benji. Benji is echt een lekker ding. Maar Lucas echt niet. Maar ja, ik heb hem nodig. Dus dan moet het maar. Het is een nerd, maar ja, ik heb hem gewoon nodig. Deze nerd hoeft jou niet te helpen. Regel het maar met iemand uit je eigen league. Zo, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als ik. Ik namelijk wel. Unlike en unsubscribe, Cindy dan maar. Nou, tot de volgende keer. Doei! Ja, we kunnen je heus wel zien. Ik heb gepest. Avalon heeft gepest. Maar het zou allemaal niet zo uit de hand gelopen zijn als niemand die pixel shit had gedeeld. Ik weet wie het is.